Welkom bij Stardust Radio. We maken programma's rondom het thema bewustwording. Dit doen we met respect voor de visie van onze gasten. We zijn het soms met hen eens, maar soms ook niet. We realiseren ons dat de waarheid er voor elk mens anders uitziet en we laten het dan graag ook aan u over om de overtuigingen die u hier hoort te toetsen aan uw eigen beleving. Techniek en geluidsbewerking zijn in handen van Albert van der Pol. Mijn naam is Henriette van der Wiel. In deze Stardust-serie over geesteswetenschap praten we over het werk van Jozef Ruloff. Jozef Ruloff was een volledig transmedium. Hij stelde zijn lichaam ter beschikking aan zijn geestelijke begeleiders, zodat zij hun inzichten vanuit het hiernamaals op aarde konden brengen. De boeken zijn dus geschreven door de geestelijke begeleiders van Ruloff, maar dragen zijn naam omdat hij de fysieke schrijver was. In deze serie bespreken we 13 van de totaal 27 boeken. Dat doen we met mensen die op hun eigen manier iets vertellen over de inhoud van een boek en hun persoonlijke ervaringen. Ruloff noemde deze boeken de Universiteit van Christus, waarbij universiteit verwijst naar studie en kennis en Christus naar de hoogst geëvolueerde mens. Wanneer we bedenken dat het hier om geesteswetenschap gaat, plaatsen we zo'n term in de juiste context. Dit is deel 8 uit de Stardust-serie over het werk van Jozef Ruloff. We praten met Karin Deurlinger over het boek Geestelijke Gaven. Vandaag praten we met Karin Deurlinger over het boek Geestelijke Gaven. Karin, voor mij, wat mij betreft, neemt het boek Geestelijke Gaven in de serie van Jozef Ruloff een hele aparte plek in. Omdat het in deze tijd waarin wij leven nu, met echt op elke hoek heb je een schooltje om paranormaal begaafd te worden of transmedium te worden of iets anders. In elk geval, we leven in een tijd van geestelijke bewustwording en mediums en helderzienden reizen als paddenstoelen uit de grond. Dit boek bespreekt die fenomenen. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Inderdaad, als je dit boek goed tot je neemt, dan kun je een beetje wegwijs worden uit wat nou wel en niet echt iets te bieden heeft, geestelijk bewustzijn geeft. Maar ja, er staat ontzettend veel in dat boek. Maar het is ook hartstikke moeilijk, vind ik, als je als, als simpel mens, zoals we allemaal natuurlijk ook zijn, toch met bepaalde levensvragen zit. En je wilt dan toch eens een keer een medium daarover raadplegen, of een paragnost, of een helderzien, of hoe je het ook maar noemen wil. Maar wij kunnen als eenvoudig mens niet peilen of zo'n medium, paragnost, helderziende, of die kwaliteit levert of niet. Of die informatie bijvoorbeeld uit ons aura haalt, uit ons energieveld of niet. Of dat medium inderdaad, bijvoorbeeld, we zien het op televisie met die man uit Schotland, Derek Ogilvy. Of hij contact heeft met mensen van gene zijde. Of dat hij het misschien op een andere manier krijgt, die informatie. We weten het gewoon niet. En we kunnen het niet peilen. Hoe doe je zoiets nou toch? Nou ja, als je het boek leest, dan weet je in ieder geval dat je heel voorzichtig moet zijn met wie je inderdaad toelaat om jou iets te vertellen. Ja. En dan kun je ook aan de antwoorden kun je al een deel afleiden van of het inderdaad een echt medium is of niet. Ik bedoel, ik heb uit het boek begrepen dat er sowieso geen toekomst wordt voorspeld. Want dat doen de echte mensen die het echt goed, of de geesten die het echt goed met je voor hebben, die doen dat niet. Want een mens moet zijn leven zelf beleven. Ja, moet zijn eigen keuzes kunnen maken. Ja, en ze gaan iemand ook niet bang maken bijvoorbeeld. Of stel je hebt een ziekte en ja, daar heb je niet meer lang aan te leven, zeg maar. Dan gaat iemand niet zeggen van nou, over 2 weken ben je er niet meer. Oké. Okay. Zo'n dingen worden niet verteld. Nee. Daarnaast staat er in het boek dat de echte media, die zijn echt met een
ja, met een zaklamp moet je die zoeken, want er zijn er echt maar heel weinig die echt onder een goede invloed staan. Er zijn dus wel tal van media die inderdaad zelf wel op een bepaalde manier begaafd zijn. Bijvoorbeeld je aura kunnen lezen of je gevoel of je gevoelsleven kunnen peilen. Ja. En, hoe maak je nou het verschil, joh? Ik vind het best heel moeilijk. Uit de antwoorden kun je al heel veel halen. En ik bedoel, hè, wat ik al zei, ik zal nooit een voorspelling aannemen, zeg maar. Nee. Ja, ik ga sowieso eigenlijk niet meer naar dat soort... Ben je daar nou ooit zelf eens wel op bezoek geweest? Ken je het uit eigen ervaring? Ja, maar ik heb het inderdaad, ik ben wel eens, toen ik een jaar of in de 20 was, toen was ik ook meer zoekende op dit gebied. Precies. En toen ben ik inderdaad wel eens, omdat ik toen, nou, in ieder geval met bepaalde problemen zat, ben ik toen wel eens inderdaad naar zo'n medium gegaan. Maar het typische is dat ik me er ook helemaal niks meer van kan herinneren, wat zo iemand me gezegd heeft, dus het komt binnen en het gaat ook wel weg, want het heeft helemaal geen vat. Mm-mm. Tenminste, voor mij had het toen geen vat. Want, en of dat nou door het antwoord komt, of ja, dat maakt ook helemaal geen indruk. Ik bedoel, dan wordt er iets gezegd, er worden ook heel vaak vage dingen verteld, hè? Heb je ja, heel vaak. Heel vage dingen. Als je er echt op let, dan merk je hoe algemeen het is. Ja, heel algemeen. En, ik kan het zelfs al niet meer navertellen, maar in ieder geval... Nou ja, dat is het beste voorbeeld eigenlijk. Ja, dus dan... het gaat gewoon langs je heen, zeg maar. Ja. Het raakt niet echt iets. Nee. Maar toch zijn heel veel mensen... Er zitten zalen mee vol. Wekelijks. Of we zien televisieuitzendingen waar mensen zalen vol trekken. En ik gun het iedereen allemaal prachtig. Maar waar ik wel eens een beetje moeite mee heb, is hoe peilt een medium zelf, bijvoorbeeld, of die put uit een eigen onderbewustzijn of uit een sfeer waar eigenlijk liever misschien niemand mee te maken wil hebben. Hoe weet jij wie jouw begeleiders zijn? Hoe zuiver ben je daarin? Hoe bewust ben je daarin? Ik denk, als je een echt heel goed medium bent, dan weet je dat gewoon. Dan is dat gewoon bewust bij jou. Oké. Okay. Dan... Want ik heb ook begrepen van, stel dat je, door je dromen kan je ook contact krijgen met de andere kant, zeg maar. Maar uit het boek heb ik begrepen dat als je zo'n droom krijgt van de andere kant, dan is dat heel erg duidelijk. Dan hoef je niet te gaan gissen van, wat zou dit betekenen? Of, overduidelijk. En ik denk dat dat bij goede media net zo goed op die manier werkt. Okay. Dat het heel duidelijk is. Dat er eigenlijk geen twijfel meer is, ja, dat is geen twijfel. En ook bij het medium zelf is er dan geen twijfel. Mm-mm. Als je echt een medium, dat staat dan ook in het boek, dat moet dan wel constant bij zichzelf nagaan van, heb ik nog het goede contact? Ja, precies. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, want heel veel media, die zijn er voor een, mensen hebben gewoon allerlei eigenschappen. Ja. Heel veel zijn op goede dingen afgestemd, maar er zijn ook nog lagere eigenschappen in ieder mens aanwezig. Anders waren we hier niet, hè? Nee, precies. Die overwonnen moeten worden. En één zo'n lagere eigenschap, die kan zo'n medium helemaal de verkeerde kant op een gegeven moment opsturen. Waardoor dan, stel dat hij ooit dan een keer onder een goede begeleiding is geweest, dan die geest, die laat hem dan los. Omdat hij met die verkeerde eigenschappen van dat medium, daar kan hij niks mee. Kan hij niet mee verenigd worden? Nee, dat wil hij ook niet verdienen. Nee. Ja, heel, hè. Dus dan, en dan gaat zo'n medium misschien zelf zijn eigen weg in zijn eigen fantasie door, zeg maar. Ja. Dus daar moet je allemaal voor oppassen. Nou ja, precies. Dat vind ik ook het moeilijke, hoor. Met al die mensen die dus nu trainingen volgen en zo. Nogmaals, ik gun iedereen het zijn, hè. Daar gaat het niet om. Maar het is wel eens... Kijk, wij noemen het... Dit boek heet ook zo geestelijke gaven. En in hoeverre dan een gave nog een gave is als je hem zelf... Als je jezelf gaat scholen op die manier. Dat vraag ik me ook af. Nee, is het echt, nou echt een gave? Moet je het zo zien, hè? Of hoe ziet Rulof dat, zeg maar? Hoe beschrijft hij dat? Is het een gave? Wordt het je gegeven? Of is het een gegeven? Kun je het zelf uitbreiden, ontwikkelen, scholen? Kun je jezelf daartoe scholen? Nee, de echte geestelijke gaven, die worden je gegeven. Want alleen, eigenlijk is het ook logisch, vind ik, want het zijn dingen die wij als mens, bedoel, wij zitten op de aarde, we hebben niet echt het overzicht over wat er allemaal gebeurt. Nee, helemaal niet. En geesten hierboven, die dus verder zijn, die hebben dat overzicht wel. En zij kunnen ons dat geven. Bedoel, zij zitten gewoon een paar klassen verder. Ja, ze zijn een paar klassen verder. Zij kunnen het ons geven. En als je dus op een goede, je als goede leerling opstelt en allerlei eigenschappen bij jezelf hebt schoongemaakt, zeg maar, dan ben je in staat om zoiets te ontvangen. Maar je kunt niet, je kunt wel zeggen van, of proberen om het op eigen houtje te gaan halen, zeg maar. Ja. Maar
ja, je kunt nooit verder komen dan je gevoelsleven is. En dan... Van jouw niveau, van jouw innerlijke niveau. Ja, van jouw innerlijke niveau. Mm-hmm. Wat op zich ook heel veel mooie dingen kan opleveren. Laten we wel wezen, want er zijn natuurlijk hele prachtige, lieve mensen op deze wereld. Die denk ik met hun paragnoste praktijk, of hoe je het ook zoiets noemt, die daar misschien heel goed werk mee verrichten. Nou, in het boek staat dan uitgelegd dat mensen die zo'n paragnost of zo'n medium die zich daarvoor uitgeeft, of ja, ik wil niet... Nee, je wilt niet naar dingen zeggen. Ik wil geen mensen schofferen of zo, maar in ieder geval iemand die zich daarvoor, die kan wel contact krijgen met iemand die op hetzelfde gevoelsniveau zit. Hè? En of iemand dan daar een talent voor heeft, zeg maar, ja. Om dat andere gevoelsleven aan te voelen. En dan kan die daar dingen over zeggen die dus kloppen. Ja. Dat klopt dan. Omdat je op dezelfde golflengte zit, letterlijk. Omdat je op dezelfde golflengte zit. Ik bedoel, in het boek wordt ook gezegd dat iedere hond en kat, die kan dat bij wijze van spreken. Dieren kunnen dat vaker. Ze kunnen dat vaak nog heel goed. Ja. En daarmee is het dan te vergelijken. Dat is een soort... Natuurlijk eigenlijk. Ja, een soort natuurlijke eigenschap. Ja. En in het boek wordt ook heel veel gesproken over het oosten. Dat daar dus de mensen nog veel meer met de natuurlijke zijn verbonden zijn. En dat daardoor ook op die manier... in het oosten dat er ook veel meer mensen met occulte zaken vroeger ook bezig zijn geweest. Nu komt het hier ook allemaal in het westen heel erg op. Ja, maar er zijn natuurlijk de oude verhalen van de Indische magiërs die op de markten stonden met hun wonderlijke dingen die ze allemaal daar lieten zien. Ja, dat vond ik wel grappig. En toen ik het boek las, dacht, want ik heb die verhalen dan ook wel eens gehoord. En denk je toch altijd van, ja, zou dat wel waar zijn? Is dat dan echt ooit gebeurd? Maar ik heb erbij gestaan. Ooit is in Pakistan op een markt. Ja, maar een man die had een kip. Die zei, kip zat aan een touwtje, dat hij niet wegliep. Maar die kip die had hij gewoon grijntjes op de grond gestrooid. Het kipje stond rustig te eten. En op een goed moment, die man concentreert zich en die kip valt dood neer. Oh, nou dat is niet zo'n leuk voorbeeld, hè? Helemaal eigenlijk. Niet. Nee, maar iedereen stond... Oh. Ja. Want hij genas mensen ook van de meest idiote dingen. Dus echt een lokale magier was dat. Ja, ja, ja. Heel bijzonder. Nou ja, dan als je daar meer over wil weten, kun je ook dat boek bestuderen. Want daar wordt ook over dat soort praktijken gesproken. Het gaat dus over allerlei soorten geestelijke gaven. Ja. Wat wij onder paranormaal verstaan, zeg maar. Want het is een heel breed gebied natuurlijk. Dat wordt hierin besproken. Ja. En nou ja, er staat ook iets in over het oude Egypte. Dat is ook heel interessant. Ja, bedoel, vertel. Er is ooit een tijd geweest in Egypte dat die tempelstudies dus op een heel hoog niveau waren. Ja. Maar dan lees je ook dat om dat hoge niveau te bereiken, daar zijn jarenlange studies voor nodig. En er is heel veel controle en... Concentratie ook voor nodig. En in ieder geval, dat doe je niet van de een op de andere dag. Dus nee. Iemand die zegt dat die een of ander geweldig medium is, dan zou je zijn leven al kunnen volgen wat die man of die vrouw dan allemaal gedaan heeft om dat te bereiken. Maar dat doe je niet in een cursus van 2 jaar. Nee, en hier in deze tijd zijn er ook geen tempels meer waarin dat op die manier onderwezen wordt. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die reïncarneren vanuit die tijd. Waar dus nog ergens onbewust misschien die kennis en die vaardigheden aanwezig zijn. Zou dat mee kunnen werken of helpen? Dat denk ik wel. Maar ik... ik moet even over nadenken wat hij me nu vraagt. Maar... Denk maar rustig nou hoor. Ik weet het ook niet namelijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat als dat ergens in het onderbewustzijn ontwikkeld is. Dat je een... dat je daar ook nu misschien effecten van merkt in dit leven. Of misschien een bepaald talent ontdekt om je onder bewustzijn te raadplegen. Waarin die kennis nog gewoon aanwezig is. Maar op wat voor manier ga je die kennis dan... Geen idee, hoe je dat gebruikt. Daar gaat het natuurlijk om. Ik bedoel, als je nou inderdaad nog tempels waren of zo, dan zouden zo'n personen misschien daar worden geboren. Maar ja, nu zouden ze inderdaad als medium misschien kunnen gaan optreden. Maar, ja, bijvoorbeeld. Ja, toch heb ik daar ik weet niet, ik zal niet zo snel iemand geloven wat dat betreft. Nee, ligt, ja. Ja. Weet je wat mij ook altijd een beetje raakt, dat zijn de, ik vind het een beetje aanstellerig vaak. Een beetje dikdoenerij, interessantdoenerij. Ja. En er zijn maar weinig
Want ik heb in de loop van de jaren dat we dit programma maken heel veel mensen aan tafel gehad die in zijn praktijk hadden of een ervaring daarmee hadden. En het is vaak toch een behoorlijk percentage aanstellerij, vind ik. Daar hou ik helemaal niet van. Hoeft helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ik bedoel, je moet zo nuchter blijven als wat. Hè? Ja? En ook, ik denk dat je inderdaad aan het optreden van de persoonlijkheid kunt zien. Of ook kunt zien of het iets voorstelt. Want ik denk, de echte begaafde is gewoon heel eenvoudig. En als het goed is, heel liefdevol. En hij zal er niet al te veel aan verdienen, denk ik. Tenminste, dat soort dingen stel ik me er allemaal voor. Ja, ik gun altijd iedereen het zijnde. Dus iedereen mag wat mij betreft onsterfelijk rijk worden. Maar het gaat een beetje op de manier... Ja, weet ik niet. Maar het moet niet ten koste gaan van degene... Nee, ook zeker niet. Waarvoor de hulp gegeven wordt, zeg maar. Ja. Door dus echt dienen of echt liefdevol zijn. Of, Ja, want eigenlijk ben je dus... Je stelt je lichaam, of je leven in dienst van mensen. Hè? Op het moment dat je zo'n taak op je schouders neemt, zegt van ik ben medium, komt u maar. Dan ben je volledig in dienst, dienstbaar. Ja, en ik denk de echte media, die durven dat ook aan. Hè? Ja, want dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Een zware ik zou niks durven zeggen. Ik ben ook sowieso al, ik doe er helemaal niet aan natuurlijk, maar... Het is inderdaad een hele grote verantwoordelijkheid, hè, om gewoon dingen tegen mensen te zeggen zo uit het niets, zeg maar. Nou ja, mensen gaan daar naar luisteren en gaan er vaak naar leven. Hè, als ze jouw woorden serieus nemen als medium, dan gaan ze daar serieus rekening mee houden. En dat lijkt me toch wel lastig om zoveel invloed uit te oefenen op mensen hun leven. Ja, maar ja, sommige mensen die zullen zich daar niet aan storen. Hun karaktereigenschappen zijn zodanig dat ze... Ja, dan laten ze het toch een beetje van zich afglijden, bedoel je? Nee, ik bedoel de media. Die storen media, zich daar dan niet aan. Ik bedoel, die hebben dan... Ja, die worden dan toch nog gedreven door een lagere karaktereigenschap, hè? Nou ja, misschien worden ze ook vaak gedreven door... er moet wel brood op de plank komen. Ja, bijvoorbeeld. Of er zullen ook wel mensen zijn met de goede bedoelingen... en die dan niet weten, hè, die dan wel iets aanvoelen en zo... en die dan gewoon nog niet genoeg kennis hebben, zeg maar. Ja, nou is het lastig hoor, om dat voor jezelf te concluderen. Ja, nou wordt er in dit boek niet alleen over mediums gesproken... maar ook over allerlei dingen die... nu nog steeds worden gebruikt trouwens, allerlei attributen. Maar die in de tijd dat deze boeken werden geschreven veel meer gebruikt werden. Zoals bijvoorbeeld een planchet. Zo'n plankje met zo'n spijkertje eraan. Erboven. En een kruis- en bordsysteem. Maar ook de geestesfotografie wordt hierin genoemd. Hè? Wat we zien het nog steeds terug. Kijk maar op het internet. Dan zie je overal van die energieboelen worden gefotografeerd door mensen. En het is jammer dat hier nog geen kropcirkels in genoemd worden in dat boek. Dat vind ik ook zo'n interessant verschijnsel van deze tijd, die graancirkels. Maar waar dit ook allemaal over gaat, is het directe stemapparaat. Daar hebben we al met meer mensen over gesproken. Over materialisaties en dematerialisaties. Dat zijn dus de hogere regionen van de parapsychologie eigenlijk, die hier bespreekt in dit boek. En we hebben het over kloptonen en spookverschijnselen. Nou, daar zie je ze nu en dan alweer eens op een laat televisieuur een programma over verschijnen. Ja, het leuke vond ik wat die spookverschijnselen betreft. Wordt er eigenlijk heel aardig naar die spoken toegesproken. Je moet gewoon hun liefde sturen, zeg maar. En dat is voor die spoken dan een manier om even een soort opluchting te krijgen in hun sombere bestaan, zeg maar. Want waar stamt dat nou vandaan? Hoe moeten we dat nou zien? Nou ja, volgens boeken zijn het dus mensen die vaak zelfmoord hebben gepleegd. En die op die manier op die plek vastgehouden worden. En totdat ze inderdaad weer verder kunnen. Maar ook dan is het nog wel eens de vraag. Of ik bedoel, dan blijven die spookverschijnselen toch nog vaak bestaan. Ja, maar ja, dat is dan, ik heb wel eens een programma gezien dat ging dan over iemand van ruim 100 jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, nou, dat staat dan ook beschreven. Dat zijn dan eigenlijk, ja, ik technisch weet ik dan niet hoe het zit. Maar in ieder geval, dat zijn dan bijverschijnselen van een spook wat er ooit geleefd heeft. En die spook, of die persoon, die is dan weer verder. Maar die voelt dan nog dat gebeuren, zeg maar. En daardoor zijn die verschijnselen daar dan op die plek nog. Dus die gevoelservaringen van iemand op een bepaalde locatie blijven soms nog langer hangen. Dan dat de entiteit daar zelf bij aanwezig is. Ja, en die entiteit moet dat dan zelf eigenlijk verbreken, zeg maar. Of, en loslaten. Letterlijk. En loslaten, ja. En dan zijn die spookverschijnselen verdwenen. Want je hebt toch ook van die, hoe heet dat, poltergeist-toestanden met hele, nou ja,
toch vervelende, tamelijk vervelende dingen in een huis. Als er van allerlei dingen van de muur komen. Ja, ik heb een vriend gehad en die had inderdaad als hobby een tijdje om met dat bord en... Kruis en bord te spelen. En hij zei van, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, want ik lag in bed. En opeens gingen allerlei dingen van de kasten afvliegen en zo. Toen werd hij dus bang. Maar dat is dan ook iets wat dan in beschreven straat, hoe dat, je trekt dus, je kunt ook allerlei... lagere geesten aantrekken als je openstelt voor een andere, hè, voor de andere wereld, zeg maar. Dus eigenlijk is het zo, zeg je, dat het zo is als je wanneer je daarmee bezig gaat. Want iedereen waarschuwt altijd, hè, daartegen. Begin geen kruis en bord en glaasje draaien, ook zoiets. Begin er niet aan, want je weet niet waar je in verzeild raakt. Dat weten we ook dus letterlijk niet. Nee. We trekken iemand aan vanuit het hiernamaals. Die daar plezier in heeft. Ja, die afstemming ook heeft op jouw lagere eigenschappen, zeg maar. Ja. Waarom nou precies op je lagere eigenschappen? Omdat een hogere iemand, die zal jou niet gaan pesten. Die zal alleen maar goede dingen natuurlijk brengen. Ja, we zijn geen heiligen, dus we hebben allemaal nog wel een beetje duistere gebieden in onze persoonlijkheid. Precies. En een lagere persoonlijkheid, die kan contact maken met dat lagere stukje in jou. Oké, dus dat matcht makkelijker. Dat matcht en hij kan daardoor ook je wereld binnentreden, zeg maar. Ja, en daar, je gevoelswereld natuurlijk. Ja, en daar kan hij gebruik gaan maken van jouw bestaan hier op aarde en daar met die krachten iets gaan doen. Nou, even een gedachtesprong, maar ik zit ineens te denken aan, bijvoorbeeld, het verschijnsel televisie is niet meer weg te denken uit deze tijd. Hè? Het is mij wel eens opgevallen dat 90% vermoedelijk, en misschien zit ik daar grof naast, maar laten we het veilig doen, 80%. 80% van het aanbod van televisie gaat over angst, moord, doodslag, hoort erbij natuurlijk. Suspense, hoe noemen we dat? Weet ik even niet. Horror. Ja, horror. Ja, sowieso allemaal, ja. Dus dat zijn eigenlijk de allerlaagste gebieden van mensen, de allerlaagste gevoelsgebieden van mensen worden daarmee wakker. Ja, dat is daarop gericht. Is het nou zo dat we dan op het moment dat we daar een bepaalde voorkeur voor ontwikkelen, voor sommige films, dat we dan ook openstaan of ons openstellen daarmee voor mensen uit het hiernamaals om daarbij aan te sluiten? Hoe werkt dat nou? Ja, ik ben daar geen deskundige op, maar ik... Nee, ik ook niet, maar daarom heb ik even als gedachtesprongetje, zeg maar. Mij lijkt het in ieder geval niet goed voor jezelf, zeg maar, om er te veel naar dat soort dingen te kijken. Maar ik weet niet hoe dat dan... Het ligt ook aan de gevoeligheid van degene die kijkt natuurlijk, of die dan... Ja, precies. Want het is niet alleen maar de eigenschap, de karaktereigenschap, maar ook de gevoeligheid van de persoon, of die te bereiken is. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is uiteindelijk bepalend. Ja, ja. En ik wil natuurlijk niet al die mensen veroordelen die daar allemaal naar kijken. Ik bedoel, het is ook gewoon heel veel... Nou ja, je kunt je voorstellen wat je dus op een bepaalde manier creëert. Ik heb ooit wel een tijdje verdiept in transmeditatie. Of transcendente meditatie, sorry. En het is inmiddels wetenschappelijk allemaal aangetoond dat het een verschil maakt, een behoorlijk verschil kan maken zelfs, in een omgeving, in een woonomgeving. En er zijn heel veel leuke initiatieven op dit moment met kleine meditatiegroepen, transcendente meditatiegroepen, op hetzelfde moment. Die creëren een energieveld, waardoor bijvoorbeeld de criminaliteit daalt. Oh ja, die dingen. Ja, dat is inmiddels allemaal ruim onderzocht. En fantastisch dat je dus met elkaar, eigenlijk met pak een beet, 6-7 mensen op een avond, een uurtje mediteren. Maar als je het met elkaar doet op hetzelfde moment, dan creëer je dus een enorm krachtenveld wat zo'n invloed heeft. Ja, dat door criminaliteitscijfers naar beneden krijgen, is erg leuk hoor. Ja, en dat andere, dus veel kijken naar dat soort programma's, precies, zal het tegenovergestelde effect bereiken, denk ik. Ik weet het daar niet. Wordt de wereld niet beter van, dat denk ik wel. Precies, ik denk het ook. Maar ik moest er nou ineens aan denken bij het bespreken van dit onderwerp. Want je stemt dan dus massaal af. Iedereen die kijkt naar zo'n programma stemt zich massaal af op dat gevoelsniveau, wat niet zo bijzonder interessant is eigenlijk. Nee. En daarmee word je dus een soort energieveld. Ja. Wat grappig. Ja. Ja. Misschien kunnen we daar eens iets aan doen als we nog eens bedenken over welke programma's we moeten gaan uitzenden met elkaar. Maar ook de slaap. De slaap is ook zo'n ontzettend leuk onderwerp. Je noemde het net al. En er zijn heel veel mensen die hebben een heldere droom gehad van tijd tot tijd. Sommige mensen weten het ook, dat ze op dat moment een heldere droom hebben. Andere mensen realiseren het zich daarna. Maar vrijwel iedereen heeft ooit wel een keer zo'n droom gehad die je niet meer vergeet. Die je niet meer loslaat.
Waar gaat dat nou over? Ben je dan in je slaap echt in de astrale wereld? Of is het een bedenksel van de hersenen die moeten ontspannen? En nou ja, dromen kan dus allebei zijn. Hè? Het kan gewoon inderdaad zijn je eigen hersenspinsels, zeg maar. Ja. En het kan ook iets zijn, als je een bepaald niveau zit, dat het je doorgegeven wordt door iemand die je iets wil in een hogere geest, zeg maar, die jou wil helpen ergens mee of iets wil duidelijk maken. Ja. Maar ook in dit geval geldt, dan is het gewoon heel duidelijk voor jou. Dan ga je niet twijfelen, wat betekent die droom? Of snap je, dan hoef je daar geen boek op na te slaan. Je kunt er gewoon zeggen van, je bent er eigenlijk zeker van. Ja, je weet het gewoon. Je weet het gewoon, ja. En ik denk dat dat het verschil, dat je dan daaraan kunt zien. Of wat het verschil is tussen zelf fantaseren of gewoon je onderbewustzijn moet zich uitleven of uitwerken. Of ja. Je moet die vergeet je ook vaak. Nee. Ik droom heel vaak en dan word ik 's morgens wakker en dan zit er nog een flart, weet je wel. Je ziet nog het laatste stiertje van de rook verdwijnen, maar je kan het niet meer terugpakken. Ja, dan denk je, ja goed, nou ik weet het niet meer. Maar soms, dan is het echt alsof je een boek hebt gelezen. Ja. En je weet het verhaal, je zit er middenin. Ik weet het nog, ik weet er nog diverse dromen. Ja, maar ja, ook de dromen die dan niet van de andere kant gegeven worden, die kunnen toch wel interessant voor je zijn, want dat is je eigen onderbewustzijn wat naar boven komt. Hè? Dus in die zin kun je natuurlijk toch nog iets mee doen. Ja, dat zou ook kunnen. Maar er is wel een verschil tussen wat je echt gegeven wordt en wat je zelf eigenlijk, waar je zelf mee bezig bent. Ja, je eigen proces. Hoe moet ik zo'n verschil nou bedenken? Nee. Nou ja, wat ik net zei, een echt gegeven droom, die is dus heel erg duidelijk. Maar je eigen verwerkingsproces, dat is in zekere zin natuurlijk ook duidelijk. Nou ja, toevallig heb ik vanmorgen gedroomd dat ik kon vliegen. Nou, dan denk ik van, ik ben natuurlijk met een boek bezig geweest, waarin onder andere over levitatie bezig is. Ja. Waar onder andere over levitatie geschreven staat. Dus ik heb misschien bedacht, nou dat zou wel leuk zijn. Ja. Dus vanmorgen word ik wakker en ik dacht van, nu weet ik hoe ik moet vliegen, dacht ik. Maar ja, ik weet door alle andere dingen die in de droom waren, dat gebeurde op mijn werk en dat is allemaal. Maar ik heb niet het idee dat ik ook echt heb gevlogen of dat een droom is geweest die ik heb gekregen. Het is gewoon een soort verzonnen, gefantaseerd over, ja, dat zou wel leuk zijn om te vliegen bijvoorbeeld. Maar ik heb wel eens gedroomd dat ik een vogeltje was en laag over een sloot vloog. En ik kan me het gevoel nog perfect herinneren hoe makkelijk dat was. Ja. Terwijl ik ontzettende vreselijke hoogtevrees heb. Ik droom altijd over dat soort dingen. Ook al is gedroomd dat ik in een luchtballon, weet je wat je nou allemaal ziet in de avond, zo van die prachtige luchtballon in zo'n mandje. En als ik er nu naar kijk, dan denk ik van, oh ja, ik weet namelijk nog hoe het voelde. Ik voelde het gewoon. En wat denkt u daar dan zelf van? Wat dat betekent? Ik vond het geweldig. Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Maar het grappige is dat ik van sommige dromen zelf het gevoel nog weet. En alsof ik het werkelijk beleefde, zeg maar, het gevoel. Je kunt ook wel iemand vertellen hoe het is om te fietsen bijvoorbeeld, maar je weet pas hoe het is met die trappers als je het zelf hebt gedaan. Hm. Nou, ik heb die dromen gedroomd en ik heb dat echt beleefd in mijn gevoel. Ik weet het gevoel nog. Ik herinner me het gevoel, terwijl ik echt nooit in zo'n ballon, oh mijn god, moet er niet aan denken. En toch was het een prachtige ervaring. Niet angstwekkend, helemaal niet. Het heeft mijn angst niet helemaal weggehaald, maar het heeft het wel soepel gemaakt. Zeg maar. Ja. Een mooie droom echt dan. Bang van. Ja. Maar in hoeverre dat nou iets is van je eigen psyche die zich een beetje begint te roeren. Om misschien die hoogtevrees wat minder te krijgen. Ik heb geen idee. Zou best ook kunnen hoor. Maar het grappige is dat bij dromen eigenlijk allemaal. Ieder mens droomt. De een alleen wat bewuster dan de ander. De een weet het nog en de ander zegt, ik droom nooit. Echt nooit. Ja, in een boek kun je lezen dat er 7 graden van de slaap zijn. En de meeste mensen bleven alleen maar de eerste 3 graden. Kan je daar iets over vertellen? Hoe zit dat in elkaar? Slapen doen we natuurlijk allemaal. Slapen doen we allemaal. Maar, wat is de betekenis van de slaap eigenlijk? Waarom moeten we dat doen? Nou, als je niet zou slapen, maar dat weet ieder mens gewoon, weet dat als je niet zou slapen, als je niet slaapt, ja, dan raak je oververmoeid, je raakt overspannen door al de gebeurtenissen die op je pad komen en die je niet kunt verwerken. Dus het zenuwstelsel heeft die rust gewoon nodig. Ja, het zenuwstelsel heeft rust nodig en denk ook de geest, want alles wat je niet kunt verwerken, dat wordt in het onderbewustzijn opgeslagen en dan kun je de dag daarna weer verder. Precies, ja. Dan moet ik nog eens even een nachtje over slapen, zeggen we dan. Ja. Ja.
Dus ja, dat is. En ja, de slaap is dus een heel wonderbaarlijk iets. Dat verbind je eigenlijk op een heel korte manier met leven na de dood, zeg maar. Maar heel weinig mensen slapen hun diepste slaap. Dat is ook een proces van ontwikkeling. Dat je dat kunt bereiken. Bijvoorbeeld magiërs in het oosten. Die kunnen door die 7 graden te beheersen, kunnen ze bijvoorbeeld in de schijndood treden. Of, maar dan praten we ook inderdaad over een hele andere soort slaap. Ja, dat komt wel. Zij gaan dus wel door die graden van de slaap heen. Terwijl de mensen hier dus volgens het boek alleen maar de 3e of de 4e graad beleven, zeg maar. Wij vallen in slaap en we worden een soort bewusteloos. Maar zij worden niet bewusteloos. Zij zijn bewust. Ja, ze zijn bewust, ja. Dat is het verschil. Ja, ze hebben meesterschap over hun slaap, zeg maar. Aha. Ja. Maar ja, ook. Ja, bewust meesterschap over de graden van de slaap. Daar zeg je nou wat. Dat is echt. Ja. Maar ja, ze staan ontzettend veel van dat ding, dat soort kort aangestipte feiten, zeg maar, in het boek. Ja. En je zou ieder feit zou je kunnen doorgaan en zou je een hele studie van kunnen maken. Ja, dus, dat denk ik ook. Dus dat is, dat is ook heel. Dat is ook het moeilijke van dit boek. Ja, er komt heel veel in samen, er komt, zeg maar. Ontzettend veel langs. Ja. Ja, ik probeer dan de dingen eruit te halen waar we allemaal eigenlijk een beetje mee te maken krijgen. Maar het, de slaap, zeg maar, dat is een gegeven wat we allemaal kennen. En paranormale mensen, nou, inmiddels kun je het allemaal op televisie en op de radio volgen, dus dat is helemaal goed. Maar de term gaven, dat boek heet Geestelijke Gaven, dat is dus van een veelzeggende betekenis. En meester Celanus, die schrijft dit boek. Hij is degene die via Jozef Roelof dit boek aan het schrijven is. Hij maakt duidelijk dat de meesters van het licht alle astrale wijsheid en krachten in eigen handen houden en hun boodschap geven aan het medium dat zich hiervoor openstelt. Het is dus letterlijk, staat hier, en ik zit dit even voor te lezen, een gave. Het wordt je gegeven. Ja, het wordt je gegeven, ja. Dat is op zich wel interessant genoeg om daar eens lang en diep over na te denken als je geïnteresseerd bent in dit soort dingen. Nou, doet meester Celanus in het boek ook verslag van een heel aantal mensen die hij gevolgd heeft. En die mensen dachten dat ze astrale boodschappen ontvingen. En toch, je vertelde het er net al, maar die mensen die konden het onderscheid niet maken. Die wisten niet of ze het nou uit van gene zijde ontvingen, die informatie, of uit hun eigen onderbewustzijn. Ze hadden eigenlijk helemaal geen idee hoe ze die informatie ontvingen. Het kwam in ze op. En dat was het. Ja. Maar waar het vandaan kwam, wisten ze niet. Het is moeilijk om te beoordelen voor mensen die daar gewoon zomaar zijdelings is mee te maken hebben. Hoeveel mensen gaan er niet naar paranormale beurzen of ja, zo? Hè? Maar, bosjes. Maar ja, ik denk voor de media geldt sowieso dat ze zichzelf heel goed moeten leren kennen, zeg maar. Dat ze hun eigenschappen leren kennen, waardoor ze eventueel de verkeerde kant op zouden kunnen gaan. Voordat ze eraan beginnen, zeg maar. Dus dan vraag je, dus eigenlijk zeg je, zo'n medium moet zelf kennis ontwikkelen. Ja. Dat is de enige manier. Ja, wil je tenminste een medium ten dienste zijn van het goede, zeg maar. Ja. Ik bedoel, je hebt ook tal van media die doen. En die kunnen ook allerlei dingen, wat je al zei, dingen aanvoelen. Of, ja, uit je aura halen of uit hun eigen onderbewustzijn. Ja, of misschien wel uit jouw onderbewustzijn. Bewegen of laten bewegen of ja, zo. Maar die ja, doen gebeurt. Het dan om daar inderdaad geld mee te verdienen. En voor de sensatie of voor een eigen ego of... Ja, maar als je echt wil dienen, dan moet je sowieso al, en ook in handen wil zijn van het goede, dan moet je sowieso jezelf heel goed leren kennen en waar je eventuele valkuilen nog zit. Of zelfkennis, ja, eigenlijk is zelfkennis, het zo. Zelfkennis, zelfkennis. Je zegt het eigenlijk in elke zin, zelfkennis, zelfkennis. Leer jezelf kennen. En het is ook zo, als er nog iets is wat dus niet op het, wat toch niet, wat storend zou zijn, dan beginnen ze hierboven ook niet aan om jou daarvoor te ontwikkelen, zeg maar. Oh ja, en dat was toch een interessant feitje in het boek. Er zijn ook mensen die zijn inderdaad wel al verder gevorderd, maar die zijn hier op aarde om hun eigen karma eigenlijk in te lossen. Of nog andere eigenschappen van hunzelf door te leven, zeg maar. Ja. En dat soort mensen die worden ook niet voor die geestelijke gaven uitgekozen, zeg maar. Omdat ze, want voor het medium zijn, gaat eerst. Een goed medium moet eerst zijn eigen karma hebben opgelost. Ja, dus het zijn eigenlijk allemaal feitjes die ik heel interessant vond. En die gewoon, die zo... Eigenlijk klinkt het ook heel logisch. Ja, natuurlijk. Ik vind het ook allemaal heel logisch klinken. Ja. Hoewel we over een ontiegelijk schimmig gebied praten. Ja. Want heel veel mensen vinden het sowieso allemaal onzin.
Maar als je erover na wil denken, dan kun je je voorstellen dat iemand die zich ten dienste wil opstellen van zijn medemens, als medium, dat hij inderdaad zijn eigen karma, zijn eigen sores eerst moet hebben opgelost om dat werk te kunnen doen. Want anders ben je met hele dubbele dingen bezig. Ja, precies. Dan sta je niet helemaal open, natuurlijk. Nee, maar buiten dat, hoe meer karmische belasting je hebt, hoe je het ook noemen wil, hoe meer je nog op te lossen hebt, dat verlaagt jouw geestelijke kant. Want dan heb je eerst nog een restje weg te werken. Ja, plus je eigen leven gaat eerst voor, hè, natuurlijk. Ook. Ja. Ook. Ik vraag me wel eens af, hè, omdat je door dit boek krijg je ook een heleboel inzichten in die proces. Hoe dat allemaal zich afspeelt en welke rol genezijde hierbij speelt. Dat is best een intensieve rol. In hoeverre hebben we nou nog te maken met vrije keus, Karin? Wat denk jij nou? Ja, dat vrije keus. Ja, ik zie mezelf dan, of ja, gewoon een mens zie ik dan als iemand die gewoon voortgestuurd wordt om vooruit te komen. Ja. En dat is dan eigenlijk de aanjager, zeg maar, om dingen te doen. Ja, een vrije keus. Ik denk dat het ook een kwestie is van vooruitkomen als je daarvoor wordt uitgekozen, zeg maar. Dus in die zin, hè. Ja, wat is vrije keuze en wat is gewoon een ziel die gewoon vooruit wil? Kijk, we leven hier in een omgeving waar dualiteit aan de orde van de dag is. We zitten voortdurend met ja-nee kwesties. En we hebben allemaal de indruk dat we daar altijd zelf in kunnen kiezen. Maar ik vraag het me wel eens af. Ja, je kunt in ieder geval niet kiezen of van, ik ben medium of niet. Dat kun je niet zomaar kiezen natuurlijk. Nee, maar je kunt wel zeggen, ik stel me bewust open om een geestelijke gave te ontvangen, of ook niet. Ja, je kunt het wel zeggen, maar als je er niet aan toe bent, ja, dan er gebeurt er helemaal niks. Nee, dan kun je, ja, dus, okay. Dan gebeurt er nog niks. Dus zeg je nou eigenlijk met zoveel woorden, al die opleidingen tot transmedium en om iemand te leren omgaan met zijn intuïtie, om paragnost te worden of weet ik veel wat, dat gaat helemaal nergens over. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik denk, als mensen dit boek daarbij zouden nemen en zouden kijken van, nou, welk proces zit ik? En dan gaan ze vergelijken met wat er allemaal in het boek staat. Dan zouden ze daar heel snel achter komen dat er wel veel meer voor nodig is dan alleen gewoon een opleidingje ergens. Ja, of een workshop of een cursus van een jaar. Precies. Het kan wel zijn dat ze wel andere dingen, goede dingen leren in zo'n... Nou ja, er is tegenwoordig zelfs een hbo-opleiding voor spiritueel genezer, bijvoorbeeld. Oh, ja. Johan Borgesius College in Utrecht. Ja, bestaat allemaal. En weet je, ik ga er altijd vanuit, het wordt met de groep, met de beste bedoelingen allemaal opgezet. En uiteindelijk ontbreekt ons ook het inzicht en de kennis om daar een werkelijk oordeel over te kunnen vellen. Dus dat moeten we ook niet proberen te doen. Maar je kunt er wel proberen over na te denken. In welke context staat nou zoiets? Hoe moet ik dat nou zien als ik hier lees in zo'n boek, Geestelijke Gaven? Hoe Rulof die contexten beschrijft vanuit de achtergrond waar hij, of meester Salamis die dit boek eigenlijk via Rulof schrijft, die heeft natuurlijk een heel groot stuk informatie ter beschikking vanuit zijn inzicht. En dat probeert hij daar neer te schrijven. Wat op zich al heel lastig is natuurlijk. Want wij zitten zo in ons stoffelijke denken vast vaak, dat we niet goed kunnen overzien waar al die dingen over gaan. Ja, ik denk sowieso, als je die hele serie leest, dan krijg je sowieso een beter inzicht in... Dat sowieso. In hoe alles reilt en zeilt, zeg maar. En hij heeft het hier ook regelmatig in dit boek over het oosten en het westen. De oosterse mentaliteit en de westerse mentaliteit. Nou, kun je nou eens in simpele woorden omschrijven wat nou bedoeld wordt met die oosterse mentaliteit? Ja, de oosterse mentaliteit, die mensen in het oosten, die hebben... zijn minder gesplitst, die hebben wat meer contact met de natuur nog. Ja. En door hun natuurlijkheid zoeken ze, of staan ze dichter bij de occulte wetten, zeg maar. Kunnen ze die sneller achterhalen of ligt dat meer in hun gevoel of hun aard om daarmee bezig te gaan en ook daarachter te komen hoe het allemaal werkt. Mm-hmm. En daardoor zie je dan in het oosten ook zoveel van die magiërs of vakiërs of yogis. En yogis is dan de witte kant van de magie, zeg maar. En hier in het westen, ja... Wij zitten veel meer, wij zijn veel meer gesplitst. Wat bedoel je dan precies met dat gesplitst? Nou, we zijn niet meer zo natuurlijk. We hebben heel veel maatschappij in ons, zeg maar. Ja. En ja, wij zijn dus niet meer geschikt om op eigen kracht achter die occulte wetten aan te gaan, zeg maar. Dus dat doen we uit, we zijn gewoon bezig met onze opleiding of met ons maatschappelijk bestaan. Ja.
en met ons bezit en weet ik veel allemaal, maar in ieder geval in het oosten is het allemaal minder. Maar het mooie daarvan is dat, omdat wij in het westen minder wordt gezocht, naar die, dus eigenlijk ook minder het ego erachteraan hobbelt, zeg maar, om die gaven te ontwikkelen, zeg maar. Op te zoeken. Ja, staan de echte media, die zijn er eigenlijk meer ontvankelijk om het te krijgen, om het echt te ontvangen. Dus bij hun staat hun ego dan niet in de weg om het te ontvangen. Dus ja, daar zit eigenlijk een dubbel iets in. Ja, er wordt dus een onderscheid gemaakt in aanleg, natuurlijke aanleg. Ja. En in culturele achtergrond, ja. Wat ik zo van jou hoor. Ja, en de echte geestelijke gaven die komen uit, ja, het zijn ook de mensen die eigenlijk die Christus volgen, zeg maar. Ja. Dus, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik kan het eigenlijk bijna niet zo goed verwoorden, zeg maar. Maar in ieder geval, in het boek wordt uitgelegd dat eigenlijk zou je Christus moeten volgen om echt die geestelijke gaven te kunnen ontvangen. Gewoon de weg die Christus gevolgd heeft, zeg maar. Dus, en omschrijft die weg eens? Ja, nou dat. Ja, ik denk dat nu. Want ik zie Christus als de hoogst ontwikkelde mens. Ja. Die ons ver vooruit is. Ja, en hij kwam ons iets brengen. Ja, precies. Dus het is dus niet zo dat wij het hoeven te halen, zeg maar. Mm-hmm. We moeten wel ons best voor doen, zeg maar, om het te kunnen ontvangen. Maar wij hoeven het niet te halen. Nee. En het oosten is dan vooral een mentaliteit die zelf wil halen. Volgens het boek. Oké. Okay. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het vaag vind. Ja. Ik heb dat boek natuurlijk ook met erg veel belangstelling gelezen, maar ik vind het daar ook vaag. Althans, het wil niet in mijn. Het bij mij wilde niet een puzzelstukje op zijn plek mee zakken. Ik denk dat je het een paar keer moet lezen en dan komt het steeds dichterbij, zeg maar. Zou heel goed kunnen. Ja. Zou heel goed kunnen. Dat is natuurlijk sowieso het geval met verhalen zoals dit. Ja. Hier staat het heel kernachtig beschreven. In het boek volgt meester Zeelanus de fakir uit het oosten, de witte en de zwarte magier en de oosterse ingewijden. Zij willen allemaal de occulte krachten voor eigen belang aanwenden, waardoor ze zich afsluiten voor de hemelse wijsheid. Ze kunnen dus niet boven hun eigen voelen en denken uitkomen, zodat ze het niveau van een hoogstaand westers medium niet kunnen ervaren, hoe machtig en kunstig ze ook zijn op hun eigen terrein. Ik begrijp wat hij daar zegt. En ook weer niet. Ik weet het niet. Ik begrijp wat er staat. Maar om het volledig te kunnen invoelen, dan schiet mijn kennis waarschijnlijk ook tekort of mijn ervaring. Want ik heb natuurlijk niet zoveel ervaring, behalve die ene man met die dode kip in Pakistan ooit. Meester Zeelanus geeft in geestelijke gaven de ultieme sleutel om als lezer het onderscheid te kunnen maken tussen een waarachtig hoogstaand mediumschap en het geknoei van vele charlatans. We hebben het er in het begin van ons gesprek al over gehad, Karin. Het wemelt ervan. We leven in een waanzinnige tijd. Het wemelt op elke hoek van de straat van mediums en schooltjes en geestelijke ontwikkeling en zalenverhuur en allerlei dingen die zich bezighouden met geestelijke bewustwording. Ja, ik ben er niet meer zo in geïnteresseerd, zeg maar. Ik houd me gewoon bij de boeken en dan hoop ik daardoor gewoon wijzer te worden. Werkt dat ook voor jou? Ja, voor mij werkt het heel goed. Ja. Wat is het verschil? Want je bent ooit wel aan het zoeken geweest in dat gebied. En dat is een heel breed gebied natuurlijk. Hè? Want je kunt werkelijk van klankschalen tot meditatie, tot yoga, tot paragnosten, noem het allemaal maar op. Het hele circus wat daarmee samenhangt is erg groot en heel gevarieerd. Ja. En hartstikke leuk uiteindelijk om allemaal mee kennis te maken. Ja, maar ik heb toen ik de boeken tegenkwam, zeg maar, kreeg een soort raamwerk waarin ik de dingen kon plaatsen die ook bijvoorbeeld die gewoon aangeboden worden, zeg maar. Dus ik vind met zo'n boek als achtergrond kun je gewoon heel veel meer, hoe noem je dat? Inzicht? Ja, je hebt gewoon inzicht en meer inzicht dan, bedoel ik. Ik heb ook niet de wijsheid in pakken, natuurlijk. Nee, maar het is, kijk wat voor jou. Want hoe oud was je ongeveer toen je tegen deze boeken aanliep? Ik was 28. Okay. En ik had op mijn 23e ben ik, zonder dat ik het eigenlijk wilde, ben ik in een tarotcursus terechtgekomen, zeg maar. En die tarotcursus, daar bleek een hele beweging achter te zitten. Ach, nee. Leuk of niet leuk? Ja, het was hartstikke interessant. Mm-mm. En in eerste instantie trok me dat ook heel erg aan. Maar ik denk achteraf,
gekeken. Waar het allemaal mensen die heel erg probeerden hun eigen ontwikkeling op te voeren, zeg maar. En nou ja, daar leerde je ook om heel erg bewust te worden van je lichaam en zo. Dat op zich zijn allemaal wel goede dingen. Maar als je praat over zelfkennis, is dat natuurlijk wel een goede weg. Of? Ja, maar door datgene wat ze leerden, kwamen de mensen ook, kregen ze eigenlijk meer, kwamen hun slechte eigenschappen kwamen ook erg naar boven, zeg maar. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Maar in ieder geval, ik ben me toen heel erg ervan bewust geworden dat als je die weg gaat van jezelf te ontwikkelen, ja, dan moet je vooral eerst je verkeerde eigenschappen afleggen, zeg maar, want die groeien mee. En, dat is nou heel interessant wat je daar zegt. Ja, en wat kwam je bijvoorbeeld, geef eens een voorbeeld, wat kwam je in jezelf tegen waarvan je dacht, nou, daar kan ik beter eerst eens even aan gaan sleutelen? Ik zeg niet dat ik, ik zag het vooral gebeuren, zeg maar. Okay. Bijvoorbeeld dan kwam er iemand die had dan al een heel hoog niveau bereikt en ik dacht van, goh, wat doet hij pompeus bijvoorbeeld? Wat doet hij, wat zit hij eigenlijk pompeus te doen? En ja, dat stootte me toen heel erg af. Of mensen die wilden daarmee bezig gaan en die lieten heel hun hebben houden, zeg maar, achter hun familie. Ja, snap je, die waren er zo mee bezig dat ze dat andere, gewoon hun gewone leven, zeg maar, in de maatschappij helemaal verwaarloosden. Dat stootte me toen heel erg tegen mijn borst. En terwijl van de andere kant trok heel erg aan wat er allemaal ontwikkeld werd. Ik heb er, mensen konden auras lezen en ja, ik heb ook een paar aparte ervaringen daar gehad. En dat trok me dus heel erg aan. Maar dat was een hele grote strijd van in mijzelf, van wil ik daarmee verder of niet. Maar op den duur, toen heb ik het gewoon losgelaten. Eigenlijk omdat je zag dat het ook hele wonderlijke kanten met dat hele wonderlijke bij mensen kon activeren. Ja, dat. Hele wonderlijke persoonlijkheidseigenschappen. Ja, maar het haalde je ook van de maatschappij af. Dat wilde ik toen ook niet. En toen heb ik het losgelaten. En, was het voor jou niet te combineren of was het ook het streven van zo'n cursus om je wat minder in die maatschappij te laten functioneren? Nee, het was niet het streven van de cursus. Maar ik denk dat die mensen, de werking die ja, ze hebben gewoon, hadden gewoon de goede bedoelingen en zo. Maar het ging op een verkeerde manier. Het ging allemaal te snel en te niet in harmonie met de rest van je leven, zeg maar. Ja. En toen ben ik daar afgehaakt. En in die boeken ben ik, gaat het allemaal heel langzaam. Heel langzaam. Ik bedoel, ieder dingetje moet je oplossen. Heeft dit ook, weet ik, van 30 jaar geduurd of zo? Ja, maar die was er al helemaal klaar voor, zeg maar. Maar iemand die er niet klaar voor is, bedoel, je mag gewoon gewoon je leven gewoon leiden zoals je het wil. Als je maar gewoon aan jezelf werkt. En ja, dat is al goed genoeg, zeg maar. Terwijl bij zo'n beweging werd er heel erg de druk op gelegd om heel snel heel veel te gaan leren. Ah, op die manier. En, zij zagen zelfkennis als het ontwikkelen van die eigenschappen. Ja, en eigenlijk lees ik dat nu in die boeken terug als het die Oosterse eigenschappen. Of dat die Oosterse. Die mentaliteit die het Oosterse. Ja. Maar ja. Dus, nou ja, dat zou heel goed kunnen en zijn. En geef je dan wel rust dat je op deze manier dus ook, voor mijn idee, dus beter bezig bent, zeg maar. Door het allemaal gewoon geleidelijk aan, als jouw tijd daarvoor is. Of, ja, of als, maar op jouw tempo vooral. Op mijn tempo en ook niet de maatschappij loslaten of heb je gewoon je plekje daarin behouden, zeg maar. Het kan toch ook niet zo zijn dat zelfkennis en eventueel het ontwikkelen van een intuïtie gepaard gaat aan het afzien van maatschappelijke functies of functioneren. Dat kan toch niet zo zijn ook? Dat kan ook niet de bedoeling zijn, volgens mij. Nee, nee. Want Rudolf stond ook met twee benen in zijn banen die hij had om in leven te blijven. En in zijn werk wat hij deed was genezer of die man die werkte zich een ongeluk, volgens mij. Ja, precies. En ik denk ook dat wat hij deed, dat deed hij ook gewoon met volle aandacht. Met volle aandacht en niet zoiets van, nou, dit is eigenlijk niet datgene wat ik wil en ik moet snel iets anders doen. En nee. Dus nee, hij deed dat met veel toewijding. En ik vond het ook wel aardig om dat verhaal, ik weet niet precies waar dat, volgens mij is dat uit een van die eerste boeken. Van de aardappelen schillen. Nee, verhaal dat hij bij die goudsmid werkte. Dat als een jong ventje eigenlijk, want hij was nog geen 18, hij werd toen bij die goudsmid als krullenjongen waarschijnlijk, om boodschapjes weg te brengen en dingetjes te doen. En ja, hij deed dat zo met volle toewijding en overgave, dat ze hem een heel bijzonder jongetje vonden. Dat hadden ze gewoon niet verwacht natuurlijk. En het valt op, denk ik, als mensen met volkomen toewijding iets doen. Ja, met volkomen toewijding en ook gewoon goed zijn voor de omgeving, zeg maar. Gewoon op de hele eenvoudige dingen gewoon.
Ja, want we vinden het vaak zo interessant om medium te zijn of paranormaal begaafd te zijn. Of op zijn minst toch wel iets daarvan uit zo'n hele grote fruitmand te pakken. Maar het wordt inderdaad gauw pompeus. Mooi woord daarvoor. Ik noem het aanstellerig, dat is misschien een beetje scherper. Maar pompeus is vaak wel wat je voelt. Ja, en ik denk inderdaad, als je niets zoekt, dan op een gegeven moment komt het wel op je weg. Dan ben je er klaar voor en dan komen apartere dingen op je weg. Nou, Albert zegt altijd mooi, je moet niet zoeken, je moet vinden. Ja, of gevonden worden. Ja. Is het zo dat als je je dus openstelt eigenlijk voor deze kennis, want het is vooral dit boek is een dik boek, maar het gaat vooral over gewone kennis. Kennis van zaken. Dat je dan ook op een andere manier in het leven gaat staan. Hoe was dat nou voor jou? Nou, mij bracht het rust en orde ook, zeg maar. Want er is zoveel chaos om je heen. Ja. En dat bracht me rust. En ik ken die boek al van 1989. Het is niet zo dat ik daar nu iedere dag mee bezig ben. Ik heb ook jaren gehad dat ik daar niet mee bezig was. Maar toch waren die altijd op de achtergrond. En ik had zoiets van, ja, en als ik erin lees, dan gaat alles kloppen, zeg maar. Je kun je ook je eigen leven eraan spiegelen en zo. En dan denk je van, oh, dit heb ik meegemaakt om die en die reden. Of dit moet ik nog afleren. Of, krijgt dus gewoon heel veel inzicht, zeg je. Je krijgt gewoon inzicht. Meer. En ja, je wordt ook heel liefdevol benaderd in die boeken, zeg maar. Het geeft je ook, dat is niks van opjagen of geen veroordeling. Of veroordeling. Ik moest wel zeggen, in het begin werd ik wel een beetje bang. Want je wordt je wel van bewust dat er allerlei entiteiten om je heen leven. Dus ik had even zoiets van, het leven wordt niet meer vrijblijvend. Nee, maar op een gegeven moment dan raak je daar ook aan gewend. En dan is het ook heel leuk, want er zijn ook heel veel goede geesten dan die waarschijnlijk in je buurt staan. Hè? Die het goed met je voor hebben. En nou, op zich is dat een hele mooie gedachte, zeg maar. Ja en nee. Dat ligt er maar net aan hoe je als mens in elkaar zit. Ik ken mensen die van het idee alleen al helemaal beroerd worden. Dat ze dus hier niet alleen zijn. Dat wij hier in deze kamer niet met z'n tweeën zitten. En dat wij bijvoorbeeld, als we hier naar zitten te luisteren, ook beslist echt niet alleen zullen zijn. Maar dat idee alleen al, dat jaagt heel veel mensen ook schrik aan. Die denken van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ja, ik heb daar helemaal geen behoefte aan, zeg. Laat maar. Ik ben gewoon hier alleen in mijn ene leven en daar heb ik genoeg aan. Dus het ligt maar heel erg aan hoe je als mens in elkaar zit, denk ik. Hoe je hiermee omgaat, hoe je daarnaar kijkt en hoe je deze informatie die in deze boeken staat, het is vooral informatie, inzicht door voorbeelden en informatie, hoe je dat plekje geeft in jouw dagbewustzijn. Ja. Te kijken, hoe ga ik daar nou in de rest van mijn leven mee om? Want op de een of andere wonderlijke manier vind ik dat de informatie uit deze boeken blijft op een rare manier in je hoofd hangen. Ja, want het is ook zo gewoon en zo natuurlijk. Ja. Wordt het gewoon. Ik bedoel, als je er even over nadenkt. Ik snap niet alles wat er allemaal in die boeken staat. Maar heel veel dingen zijn wel gewoon heel nuchter. En je zou gewoon dingen kunnen nagaan of zo. Er wordt ook voortdurend gezegd dat je om bewijzen moet vragen. Dat is helemaal niet van klakkeloos aannemen of zo. Het gaat ook niet over geloven. Dat vind ik ook wel fijn. Ja, het gaat ook niet over geloven. Het is gewoon heel. Ja, het gaat over recht toe, recht aan logica eigenlijk. Ja, recht toe. En ook even liefde. Hè? Ik bedoel, alles wordt benaderd met liefde, zeg maar. Dus. Ja, dat is ook. Ja, dat is ook een besef wat wij mensen op deze aarde zo moeilijk kunnen accepteren, vaak, denk ik, Karin. Dat we in een setting van liefde leven. Alles kan, alles mag. Het is jouw keus. Jij mag het zelf weten. Er zitten alleen wel overal altijd weer consequenties aan. Dat zul je moeten realiseren. Ja, alles. Ja, alles dus, het is volkomen liefdevol, maar ook in zijn consequenties. Ja. Het is wel een absolute consequentie namelijk. Niks is vrijblijvend. Niks is vrijblijvend. Alles komt weer terug, hè, naar je, zeg maar. Ja, nu komen we weer op mijn vragen. Want ik vraag me geloof ik aan iedereen. Wat vind je nou van de vrije wil? Dat is voor mij ook een beetje stokpaardje. Omdat ik denk daar gewoon over. Ja, ik weet niet. Voor mij is het niet zo belangrijk. Maar ik bedoel. Maakt je niks uit? Ja, ik denk dat het gewoon een woord is. Hè, een woord waar, ja. Nou, vrije wil heeft voor mij te maken met een persoonlijke sturing die je zonder invloed van wie dan ook zou kunnen maken. Ja, maar ik ben ook iemand, ik ben ook uniek, zeg maar. Ik ben zelf een persoonlijke sturing. Zo zie ik mezelf, snap ik? Maar dan zie ik mezelf als een soort ziel die
door zichzelf voor te stuwen, overal een weg maakt. Dus ja. In die zin ben ik gewoon... Je uniciteit zelf. Ja, ben ik gewoon toch een vrije wil, zeg maar. Maar ja. Of ik op dit moment nou kan kiezen of ik naar links of naar rechts moet, ja. Dat weet ik ook niet. Nee, ik denk niet dat, dat ik mijn bewustzijn, mijn ziel kan sturen, zeg maar. Snap je? Dus in die zin dat heb je persoonlijkheid ik, nu ja. De ziel kan sturen. Ja, ik denk dat er veel meer achter zit in dingen wat ik doe dan wat ik met mijn hersenen kan bedenken. Dat denk ik ook. Dus in die zin... Nou ja, daarom lees ik deze vrije boeken. Wil, ja, vrije om wil daar inzicht in te krijgen. Dat zegt mij iets van dat of je met je hersenen kan gaan sturen, zeg maar. Ja, nou, er zijn natuurlijk lange discussies gevoerd door hele slimme mensen over de vrije wil. En ik geloof dat we elkaar misschien maar op een bepaald niveau wijsmaken dat het bestaat. Maar dat het helemaal niet van, in een groter geheel niet van al die levens waarin we leven, dat het helemaal niet van belang is, joh. Nee, ik denk dat mensen graag een vrije wil, maar dat zeg ik nu gewoon op mezelf dan, hè, graag een vrije wil willen hebben, omdat ze uniek willen zijn. Zou best eens kunnen. Maar die uniekheid, die is er volgens mij ook. Die is er sowieso. Die is er sowieso, dus ja, dat is gewoon maar een woord plakken op iets. Ja, misschien is het ook maar een teken van deze tijd. Want ik denk dat 100 jaar geleden had niemand het over een vrije wil. Dachten mensen ook helemaal niet over na, joh. Nee, dat was meer gemeenschap, hè, denk ik. Ja, was veel meer gemeenschap, zin. Gemeenschap, ook letterlijk zin in de gemeenschap. En nu zijn we ontzettend aan het individualiseren. Ja, een soort product van een bewustzijn, groeiend bewustzijn, ja. Zeg maar. Ja, precies. Wat op zich ook wel weer heel slim is. Nou zijn we hier met een heel belangrijk en indringend boek op tafel. Toch een beetje aan het eind van dit gesprek. Want ik denk als je meer wilt weten wat we nou eigenlijk allemaal bedoelen. Dat je er slim aan doet om dit boek gewoon eens een keer te bestellen ergens en te lezen. Maar de vraag is of je dit als een op zichzelf staand deel kunt lezen. Of dat je inderdaad, wat steeds gezegd wordt, moet je ook al die andere boeken daarvoor lezen. Hoe kijk jij daar, want hoe ben jij hier tegenaan gekomen, tegen dit boek? Nou ja, ik ben ooit begonnen met Blikken hiernamaals. En toen heb ik, daar was ik dan door gegrepen en toen ben ik gewoon met de andere boeken begonnen. Maar ik zou... Heb je ze in de volgorde gelezen waarin ze ook worden aangeboden? Nee, maar dat was toevallig het boek wat ik toch als eerste las. Maar als ik nu iemand wel eens een boek meegeef, zeg maar, is het altijd juist van moeder Christian. Omdat ik denk van ja, dan leer je de schrijver kennen. Ja. En dan weet je waar het vandaan komt. En dan kun je zelf daarvan... En daar staan ook nog eens allerlei leuke weetjes in, zeg maar. Je wordt er toch wel wijzer van. Maar dan weet je wat de bron is. En dan kun je daar je oordeel over vellen, zeg maar. Ja. En van daaruit verder gaan. Hoe las jij dat boek nou? Want toen ik dat boek voor het eerst las, toen kwam ik ineens dat dialect tegen. Dus wat staat hier allemaal, ja, zeg? Ja, mij stoorde het niet. Want ja, ik praat zelf ook dialect in Maastricht. Maar, ja. Maar ik weet wel dat heel veel mensen zich daaraan storen. Hè, geloof ik. Nou, ik stoor me niet aan, maar ik schrok ermee. Ik dacht, hè? Wat staat hier nou? En dan, ik moest het echt hardop even gaan uitspreken. Ja. Oh, wacht eventjes. Dat is gewoon het dialect van die plek. Ja. Dat wordt je voor de rest ook nergens verteld. Maar... Nee, ja, ik vond het wel grappig. Ja, ik ook. Ja. Maar ik moest er wel eventjes... Dacht, hè? Gaat het allemaal over hier? Ja. Goed, Karin, dank je wel. Het is... En we kunnen niet alle onderwerpen uitgebreid bespreken. Het blijft ook een persoonlijk verhaal, denk ik altijd, van degene die dit boek meeneemt. En ik hoop dat het voor jou, dat je wel het idee hebt dat je de dingen hebt besproken die je graag wilde bespreken. Ja. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt, nou, dat vind ik nou toch wel een belangrijk onderdeel om nog even ter tafel te brengen? Nou ja, ik denk dat wel is gezegd, dat als je er echt meer wil weten, moet je het gewoon zelf lezen. En dat is gewoon een boek waar je heel eind mee komt. Wil je al die verschijnselen kunnen plaatsen die worden allemaal aangeboden, zeg maar. Ja, veel. Ja, zijn er op het ogenblik zo ontzettend veel. Ik denk dat het belangrijkste is. En het is ook helemaal niet zo verwonderlijk dat mensen nu en dan een beetje de weg in het ring kwijtraken. Want het... ik moet eerlijk zeggen dat ik zo langzamerhand ook zelf niet het verschil nog weet tussen televisieamusement en een werkelijk overtuigd medium. Tegenwoordig is het gewoon primetime televisieamusement. Ja. Dus ja, weet je, we gaan er zo langzaam... Kijk, in die tijd dat die boeken werden geschreven, werd daar heel anders mee omgegaan. Dan ging je... Op bezoek bij een medium, op een afspraak. Of je ging naar een zaaltje met een klein aantal mensen. Waar dan zo'n medium ging doen waar hij goed in was. Ja, maar tegenwoordig zien we het met miljoenen mensen tegelijk op de tv. Nou ja, het positieve is wel eraan dat mensen zich toch wel steeds meer bewust worden. Dat er meer is dan alleen
Zeker. Dat is het positieve daaraan. En absoluut. Ik denk, dan, zo langzamerhand moet dan het kaf van het koren worden gescheiden.
Thank you.